Goedenavond. Het Franse parlement heeft vanavond het veelbesproken Rijn-Zoutverdrag bekrachtigd. Dat voorziet in het inspuiten van het overtollige zout uit de Franse kalimijnen in de bodem. Tot nu toe wordt jaarlijks 6 à 7 miljoen ton zout uit de Elzasser kalimijnen via geulen in de Rijn gestort. Dat betekent grote schade voor de Nederlandse tuinbouw en de waterleidingbedrijven. Het zout wordt niet allemaal in het rivierwater geloosd. Er zijn bij Mulhouse ook grote zoutbergen ontstaan. Het Rijnzoutverdrag werd al in 1976 in Bonn ondertekend. Frankrijk heeft indertijd bijna 100 miljoen francs ontvangen van de andere Rijnoeverstaten om het zout in de grond te spuiten. Daarmee zal over anderhalf jaar worden begonnen. De waterleidingbedrijven in ons land zijn niet zo enthousiast over het bekrachtigen van het Rijnzoutverdrag. Maandag geven verschillende Nederlandse organisaties, waaronder de waterschappen en de stichting Rijnwater, gezamenlijk een persconferentie in Parijs over hun standpunten. Vanavond is in verschillende kringen verdeeld gereageerd op het wetsvoorstel van staatssecretaris Scherpenhuizen om met ingang van 1985 alle auto's van 4 jaar oud en ouder elk jaar te keuren. Het wetsvoorstel zal binnenkort door de Tweede Kamer behandeld worden. De staatssecretaris wil de keuringsplicht na 5 jaar weer opheffen, tenzij de Tweede Kamer zo tevreden is over de resultaten dat zij beslist de keuringsplicht te verlengen. Bij de Algemene Verkeersdienst is men verheugd over de beslissing die het kabinet heeft genomen. Zo dat we in Nederland nog steeds ongeveer 1700 verkeersdoden en 60.000 gewonden per jaar hebben. Wij zijn van oordeel dat elke preventieve maatregel om deze aantallen naar beneden te brengen, dat we die moeten toejuichen. Het is zo dat wij sinds een jaar ongeveer ervaring hebben met de periodieke keuring voor vrachtauto's. Nou, bij een onderzoek is onlangs gebleken dat de vrachtauto's die periodiek gekeurd zijn aanzienlijk minder gebreken vertonen dan de voertuigen die niet periodiek gekeurd zijn. Bestaat straks bij de personenauto's niet het gevaar dat mensen met een slechte auto gewoon niet naar de keuring toe gaan? Dat risico zal er zeker in zitten, maar de weggebruiker... Ik kan ervan overtuigd zijn dat de politie ten aanzien van de controle op de technische staat toch ook in de toekomst wel alert zal blijven. Een meerderheid van de Tweede Kamer gaat akkoord met de voorgestelde regeling van de autokeuring. De politie heeft vanavond een inval gedaan in een muziekschool in Amsterdam, waarbij 20 kinderen werden meegenomen die ernstig verwaarloosd bleken te zijn. De kinderen zijn allemaal jonger dan 10 jaar, de jongste is 2 weken. De kinderen waren in deze muziekschool met hun ouders, leden van wat de politie noemt een secteachtige groep. Doel van de secte was de ouders van de kinderen te scheiden. De directie van de muziekschool heeft volgens de politie niets van de praktijken van de groep geweten. Hoe waren de kinderen eraan toe toen de politie ze vanavond na de inval meenam naar het bureau? Een 20-tal kinderen aangetroffen, variërend in de leeftijd van 9 maanden tot 1,5 jaar... Er waren kinderen bij met insectenbeten in het gezicht. Er was een kind bij met een schimmelinfectie in de mond. Met kinderen bij met infecties in de ogen. Chronische ontsteking, althans verwaarloosde ontsteking van de luchtwegen. En kinderen die een vreemdelingenangst vertoonden. Een vreemdelingenangst wat volgens de vertrouwensarts zou kunnen komen van een emotionele tekortkomingen. Wat voor groep is dit? Het is van origine een Tai Chi-groep die zich in Nederland onder leiding van hun leider ontwikkeld heeft tot wat ik zou kunnen noemen een soort secte met wat eigenaardige regels. De 20 kinderen worden vanavond nog overgebracht naar opvangtehuizen. Het nieuwsoverzicht. Het internationale watertribunaal in Rotterdam heeft Axo, Shell en Dufar veroordeeld wegens het lozen van giftig afval. Vooral Dufar loost onaanvaardbare hoeveelheden gif in het Noordzeekanaal, vond de jury. De afgelopen week zijn 34 van de 50 aangeklaagde bedrijven, waaronder ook chemische industrieën aan de Rijn in West-Duitsland, door het watertribunaal veroordeeld wegens milieuverontreiniging. Tegen 16 aangeklaagde bedrijven was volgens de jury onvoldoende bewijsmateriaal aangedragen door de verschillende milieuorganisaties. De Nederlandse regeringspartijen, CDA en VVD, hebben verdeeld gestemd op de NAVO-assemblee in Den Haag over een kernwapenresolutie die overigens met grote meerderheid werd aangenomen. In die resolutie kwam het Nederlandse voorbehoud tegen plaatsing van nieuwe kernwapens in West-Europa niet ter sprake.
De VVD stemde voor de resolutie, de Partij van de Arbeid tegen. De CDA-vertegenwoordigers stemden verdeeld, 2 blanco en 1 voor. De uitspraken van de Assemblée zijn niet bindend, ze dienen als advies voor de aangesloten regeringen. De kosten van levensonderhoud zijn van midden augustus tot midden september gestegen met 0,4%. Duurder werden kleding, aardappelen, margarine en koffie. Goedkoper onder meer elektriciteit, tweedehands auto's, benzine, groente, fruit en bloemen. Nergens in Europa is de prijsstijging zo gering als in ons land. De weersverwachting tot morgenavond. Vannacht opklaringen, maar in het zuidoosten van het land eerst nog regen. Minimumtemperatuur ongeveer 8 graden. Morgen overdag wisselen bewolkt en enkele buien. Middagtemperatuur rond 14 graden. Vrij krachtige, aan zee harde, maar vannacht tijdelijk tot matig afnemende westelijke wind. Vooruitzichten voor zondag tot en met woensdag. Periode met buien. Middagtemperatuur rond 14 graden. Dit was het laatste journaal van vandaag. Goedenavond.